toekomst ook, hebben we. Jong Oranje redt het ook niet. Maar dus we hebben ook jarenlang Kees spelers gehad. Bijvoorbeeld, ik noem maar wat, Van Nistelrooy. Die eigenlijk ook als een no-no naar Manchester United ging. En binnen 3 maanden serieus werd genomen. Ja. Binnen 3 maanden dacht iedereen, oh, dat is hem. Maar dan moet de Jansen nog maar voor elkaar krijgen. En onze vriend Wijnaldum ook. Kijk, als die Wijnaldum dadelijk een dragende kracht is bij Liverpool... Ja, dan kunnen we zeggen, dan moet je het Nederlands elftal ook gaan doen, klaar. Maar Kees, wat ik... Heb je dat in jouw programma ook, Kees, dat ze steeds aan je zitten? Ze zitten steeds aan je, valt je dat op? Jullie hebben altijd alleen maar leuke dingen over mij te vertellen. Dus ik vind het heel fijn dat ik die warmte hier ook voel. Nee, maar als Kees hier is, dan willen we ook aan hem. Ja, ik zie het inderdaad. Dat gebeurt iets. Zet mijn avond. Zal ik mensen die willen weten of jullie dezelfde kapper en opticien hebben? Maar ik weet niet of dat ook een vraagje uit het land... Plotseling dan toch weer die flauwe jongen. Nee, Peter Koel uit Den Bosch vraagt toch. Ja, die wil dat weten, Peter. Het scheelt 30 jaar, nee. Ja. Peter Koelewijn? Nee, Peter Koelewijn.